Okay. Nina is heel blij in haar relatie met Kelvin, maar de seks met Kai Gorgels was beter. Nou, kan je één ding vertellen? Dat is echt nooit gebeurd en het zou ook nooit gebeuren. Nee, maar je vond het wel grappig. Je zei wel in een filmpje op een gegeven moment, als ik dat toch met een van de vrienden van Calvin, doe dan maar een van de Kai's. Ja, maar kijk, je moet gewoon één naam zeggen. Ja, oké. Okay. Weet je, als ik Pietje had gezegd, dan was er nu een grapje over Pietje gemaakt. Maar je bent ook niet zo moeilijk, hè? Als in qua antwoord geven op van die pittige vragen en zo. Ik zie, ja, gaat ieder gek concentrate format, ga jij wel weer zitten. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik ben zelf niet. Soms heb ik natuurlijk ook echt wel politiek correcte antwoorden. Maar ik denk, ja, kom op, iedereen denkt toch wel ergens anders over na. Oké. Okay. Voor het weekend mailt ze nog snel even een aantal nachtclubs of ze als VIP gratis binnen mag komen in ruil voor een Instagram-post. Nou kijk, als ik op stap ga, ga ik in Groningen op stap. En in Groningen heb je niet eens VIP's. Nee, dan kom je gewoon in de Drie Gezusters en dan is het al bij. Precies, ja, ze doen niet eens aan VIP's daar hoor. Dus ja, dat is ook niet waar. Voor 500.000 zou ze best als verleidster in Temptation Island gaan zitten. 500.000 is heel veel geld. Maar er wordt heel hard ja geklikt. Maar nee, ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Maar nee, zou ik niet doen, man. Nee, ik ben gelukkig, als ik misschien vrijgezel zou zijn, dan misschien wel. Maar ik hoop het niet eigenlijk. Oh, wel, dan misschien wel, ja? Ja, nou, ik hoop niet dat ik ooit vrijgezel zou zijn. Nee, dus, ja, oké, ja. Maar ja, goed. Het is nou niet het meest chique programma natuurlijk om in te gaan zitten. Ja, maar dit ook niet, toch? Nee, dat is waar. Beste comeback ever. Deze nog. Stiekem stuurt Nina zelf al haar bikinifoto's door naar de FAP-kanalen. Ja, sorry hoor. Ja, dat doe ik elke avond. Doe ik dat eventjes naar zo'n... Nee. Ik heb echt wel betere dingen te doen in mijn leven. Het viel me wel op, want natuurlijk, ik zat vanmiddag even mijn huiswerk te doen. Je googelt jou. Er worden wel heel veel van dat soort artikelen geschreven die gewoon alleen maar gaan over kijk eens wat ze lekker is. Vind je dat niet... Ja, ik kijk dat zelf niet. Dus ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Google je jezelf wel eens? Nee, eigenlijk niet echt. Nee. Als er echt wat is, dan app mijn vader of mijn moeder of mijn vriendinnetje wel dat er wat aan de hand is. Dus anders niet, nee. En tot slot, de laatste. Ja. Als de camera's niet draaien, eet ze uit haar neus. Dat is sowieso mijn vriend gestuurd. Ja, iedereen doet dat toch wel eens. Het is dus waar. Het is waar, ja. Het is ook, je hebt wel ook inderdaad correct. Calvin had die ook inderdaad eventjes getipt. Ja. Nou, dat was hem. Oh, nou dat viel toch best wel mee. Ja. Applaus voor Nina Waring, jongens.